Borch Verhildersum heeft door de jaren heen nogal wat verbouwingen ondergaan. Heel vroeger al, maar ook meer recent is er veel veranderd. De borg heeft altijd stilletjes meebewogen met de ideeën van de bewoners en beheerders over wat wel of niet behouden moest blijven. De grote zaal is in de 60er jaren ontstaan. Voor die tijd was hier een slaapkamer, alkoven met bedsteden en de bibliotheek. In 1968 zijn deze vertrekken door het Ommelander Museum verbouwd tot expositieruimte. De boeken waren niet meer in de borg aanwezig, de bibliotheek kon er dus wel uit, zo werd toen besloten. Het grote familieportret werd hier toen opgehangen. Het schilderij werd buiten van het spierraam afgehaald en opgerold, omdat het anders niet door de deur kon. De bibliotheek was waar nu het grote schilderij hangt. Later konden de boeken teruggekocht worden en in de 90er jaren zijn de nieuwe boekenkasten gemaakt. In de kasten staan vooral wet- en rechtsboeken zoals dat hoort in een borg. Tussen al deze boeken staat een werk van de 18e eeuwse pomoloog Herman Knoop. Aan de hand van zijn beschrijvingen en tekeningen is de boomgaard van Verhildersum opnieuw aangelegd met 135 bijzondere appel- en perenrassen. Deze dame is samen met de hele schouw na veel omzwervingen pas in de 50er jaren op Verhildersum terechtgekomen. Dit vrouwenbeeld hoort eigenlijk niet bij de schouw. Het is later toegevoegd. De schouw is oorspronkelijk ontworpen voor de Menkemaborg. Maar daar was hij na een verbouwing overbodig geworden. Het 19e eeuws behang komt ook uit de Menkemaborg. Daar is het op een dag van de muur gehaald omdat ze daar liever 18e eeuws behang wilden. Het is haast niet voor te stellen wat een klus dat was. Het patroon, de verbleekte plekken, die banen moesten natuurlijk wel allemaal mooi aansluiten. In het plafond zijn nog sporen van een hangend kamertje. Het verhaal gaat dat in de Allersmaborg, waar ook zo'n hangend kamertje was, vervelende bedienden werden opgesloten. Of dat hier ook zo ging, weten we niet. In de Franse tijd hebben er onderduikers in het kamertje gezeten. Door een slimme actie zijn ze niet ontdekt door de soldaten. De soldaten hadden voor elk raam een brandende kaars gezet, zodat ze van buitenaf konden zien waar de onderduikruimte zich zou bevinden. De onderduikers hadden ook een kaars voor hun raam gezet. Slim, maar of het waar is,